Vanuit... daar is die. Vanuit de boerderij. En daarna houden we even gewoon wat tijd voor een hapje en een drankje. En dan zal Gerrit Wavelaar van Kaldenbergen Slagerijen. Die zal een mooi verhaal vertellen over de Lakenvelder koeien. En we hebben ook Michiel Denik van de Rozenroem uit Amsterdam weten te strikken. En die gaat ook een mooi experience voor jullie neerzetten. Nog heel even kort het een en ander laten zien over de promotie voor de restaurantweek. Deze week start weer de grote Abri-campagne. Die hebben we vorig jaar gedaan met de foto's van de chefs. Het was een heel groot succes. Nou, dit jaar hebben we gekozen om meer de gerechten daarin centraal te zetten. Nou, de Lakenvelder. Als u op internet het intoekt, dan krijgt u een heel verhaal over de geschiedenis. Die al terug gaat naar 1200. Hij liep bij de adel. Het was echt een loes beestje. Echt een loes beestje. Het was op een gegeven moment, de Lakenvelder haalde dus onder elkaar. Die waren toch een beetje eigenwijs over van hoe moet je nou fokken. En dat heeft ook gevolg gehad dat er geen stamboek was. Vroeger was een koe pas goed als er heel veel vet op zat. Nou, tegenwoordig zeggen we, hij moet wel goed bedekt zijn. Nou, en dat deden ze daar. Ze gingen dus echt gewoon om dat staartstuk voelen van hoeveel vet zit daarop. En dan had je een goede koe. Wat ze vervolgens nog meer deden, altijd hierop. Even kijken met de vang. Hoeveel vet zit hierop? Er zijn een aantal van die grepen om te bepalen de vleesvetverhouding. Nou, aan de binnenkant van de bovenbil deden ze hetzelfde er eventjes mee. Nou, en zo komen we langzaam aan de kant van waar de biefstuk zit. Dat is naar je moeder. Iemand enig idee wat hij nou aan het doen is? Ja, maar het zijn toch allemaal stiertjes? Dat is een stiertje. Ja. Ja. We hebben dit helemaal gewoon door regulier vlees heen verkocht. En nou met het ontdekken van de streekproducten, ja, nou haal je gewoon dit helemaal weer naar voren. En dan merk je gewoon, alle oud-Hollandse rassen staan er in de belangstelling. En dan zou je zeggen, ja, maar waarom dan juist de Lakenvelder? Nou, de Lakenvelder is eigenlijk het enige oud-Hollands ras wat niet ingemengd is met andere rassen. Als je kijkt. De blaakhop die leende zich heel goed voor de melkproductie. En die werd met een Fries Hollands ingekruid. En daar had je geweldig goede melkproductie van. En de melk die hier vanaf komt, want er zijn wel een aantal Lakenvelder melkers in Nederland, die gebruiken dat hoofdzakelijk voor de kaasproductie. Dan leent het zich heel goed voor in de eiwitverhoudingen die erin zitten.